De succesvolle theaterserie Huizen Enschede krijgt een vervolg. 4 maandagavonden op rij waren afgelopen jaar voorstellingen te zien over het fictieve 13e SHE-studentenhuis in Enschede. Iedere avond was stijf uitverkocht en de reacties waren overweldigend. En dat smaakte naar meer, blijkt dus wel. We praten daarover met schrijver van die voorstelling, Bram Remier. Eerst even een korte teaser. Wat er is gebeurd, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Vanavond het allervetste feest van het hele jaar. Meneer Van Nierink is onze enige gast. Blijft zolang dat hij wil. What the fuck? Oh, hoogleraar die koopt van zijn studenten de titel afsnijden. Dit gaat sowieso fout. Wat deed die hoogleraar op dat rampfeest? Maurits, het is denk ik echt het beste als ik meteen ga op één voorwaarde. Dat die mevrouw daar onmiddellijk dat filmpje wist. U weet dat ze overleden is. Dood? Davina moet weg en Banierik moet blijven. Het enige wat we moeten zorgen is dat jij Davina wegkrijgt. Hoe dan? Iemand kan me niet zien! Ik heb het verneukt. Ik heb nootjes gemalen en in je glas gedaan. Ik heb je vermoord. Luister, omdat we allemaal fouten hebben gemaakt, heeft niemand schuld. Het gaat erom dat we rouwen, vergeven, vergeten en dan ook weer doorgaan. Op Davina. Op de vriendschap. Op huis in Enschede. Ja, een spannend verhaal over een studentenhuis in Enschede. Maar dat was natuurlijk ook om het spannend te maken. En ondertussen de verhalen van de echte Enschedese studentenhuizen te vertellen. Want die waren daar tussendoor verweven. Ja, daar heb ik mij dus op geïnspireerd. En die heb ik dus ook opgehaald en zo. En dat is heel leuk om te doen. Bedoel je, een verhaal schrijven, je hebt een plot nodig dat het naar voren trekt, als het ware. Dus dat je zorgt dat, dat het spannend blijft. Mm-hmm. Dat spanningsboog gespannen blijft. En ik heb mij heel erg laten inspireren door alle verhalen die ik heb mogen oppikken bij alle studentenhuizen. Nu een vervolg op die 4 die je afgelopen jaren hebt gebracht, zeg maar. Is dat ook een logische stap geweest na dat toch wel misschien wat overweldigende succes? Maar dat vraag ik ook meteen of dat overweldigend was. Ja, eigenlijk wel. Ja, het was wel. Het was te gek dat het zo'n succes was. Het laatste was op de dag dat ook de eerste WK-wedstrijd was van het Nederlands elftal. Ik dacht, kijken we of er überhaupt mensen komen. Maar dat was. Wie de wint, Qatar of Huizen Enschede? Ja. Nou, en die hebben we dan toch maar gewonnen. Ja. En dat was te gek. En, ja. Meteen ook natuurlijk kijken om te kijken hoe je dan door kan gaan. Ja, dat is logisch dan. Ja, dat past binnen ons plan. Omdat we ook natuurlijk de studenten willen aanspreken om naar theater te komen. En meer theatervoorstellingen te zien. Bekend te raken met het theater. Want we merkten dat daar een gat zat. Dus veel studenten, in ieder geval die mensen van tussen de 20 en 35 jaar. Ja, die gaan weinig naar het theater toe. En die kennen het dus nog niet. Dus nu waren ze daar. En ze zagen hun eigen verhaal. Mm-hmm. Of hun eigen verhalen. Althans, niet allemaal hoop ik. Ja. En ze waren in het theater. Dus natuurlijk moet je dan vervolg geven. Ja, tegelijkertijd is het ook spannend, kan ik me voorstellen. Want je hebt verwachtingen die hoog gespannen zijn. En dat eerder was dat er, kon je ook een beetje van, we hopen dat het goed gaat, maar... De eerste was ik ook wel echt zenuwachtig, omdat ik wil gewoon dat het lukte. Ja. Ik dacht ook, het moment bij de eerste voorstelling, dacht ik ook, ik heb nu iedereen hier gekregen, of ik ben... hard aan het werk geweest om mensen hier naartoe te halen. En met ons hele team hebben we hard eraan getrokken om iedereen naar het theater te halen. En nu hopen dat ze het ook leuk vinden. Dus daar was ik wel erg zenuwachtig om. Maar bij de eerste lach, dat was toevallig bij die referentie naar het roze huis van Huizen Pot. Ja, die roze was geverfd en dat kon er moeilijk weer af, zeg maar. Zo'n soort actie. Dat was wel een golf van herkenning. En dan toen viel er ook iets bij jou van je af, dat je dacht, het werkt. Ja. Ja, ik heb de juiste toon aangeslagen. Dat is denk ik wel, daar ging mij ook voor om. De juiste taal ook te pakken gekregen. En dat kan ik nu doortrekken. Ja, want duid even, dat is ingewikkeld hoor, voor je eigen product misschien. Maar het succes, want je hebt 4 uitverkochte avonden in de Kleine Willem. Ja. Maar je hebt ook op YouTube gepresenteerd. En ook daar is het echt wel goed, heel goed teruggekeken. Ja, dat is ook gedeeld. Dus Duits, hoe dat... Eigenlijk duid ik het nu zelf al. Daarom deed ik het, omdat het ingewikkeld is om dat zelf misschien te doen. Misschien wel een beetje vervolg daarop.
Wat heb je teruggehoord dan van studenten nadat die serie ook klaar was? Of misschien gedurende die serie van wat het voor waarde voor hen heeft. Waardoor je ook dacht van ja, we moeten dit gewoon nu doorzetten. Nou, een van de interessantste dingen vond ik wel dat het ook huizen van studentenverenigingen of van studenten bij elkaar bracht. Niet alleen van de studentenverenigingen en de Shi-huizen, maar ook andere studenten. En dat het op zich een avond op zichzelf werd. Want behalve de voorstelling was daar ook een borrel na. Dat studenten elkaar tegenkwamen. Dus het was ook een grote ontmoetingsplek. De Shi-studentenhuizen, voor mensen die het niet kennen, dat zijn er nu 12. Ja. Dat zijn een soort van de kern, de oer. 13 dus, hè? Want zijn ze deze de fictieve 13. Ja, maar er zijn nog wel meer studentenhuizen in Enschede, maar dat is een soort van kerngroep oer-studentenhuizen bijna, toch? Ja, dat heb je eigenlijk nu nog steeds wel een beetje de campusplicht. En dat is niet. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling om alle studenten op de campus te houden. Want lange tijd had je de campus, wat nu de UT is, dat terrein. Daar zaten veel studenten die wonen daar ook. Mm-hmm. En om te zorgen dat ze daar bleven, had je dus ook allerlei voorzieningen. Wat je nu nog steeds hebt, een kapper en een supermarkt en een bar. Maar op een gegeven moment zijn er toch een aantal studenten geweest die dachten, ja, we willen ook gewoon naar die binnenstad van Enschede. En de eerste 12 huizen die toen zijn ontstaan, dat is rond 1970. En volgens mij is de eerste 1968... Dat zijn de Shi-huizen geworden. Die gingen samen met elkaar, gingen ze zogeheten studentenhuis estafette, daar staat Shi voor, organiseren. Zodat ze, dan moet ik het goed zeggen, met een bus, als ik het goed heb, ook door de stad gingen rijden vanaf het begin van het schooljaar. Ja. En ieder huis organiseerde zo zijn feest. Ja, dat is nu is het elke maand eigenlijk een feest. Precies. En dat zijn ook de beroemde feesten. 12 elke maand 1, wat dat betreft. Ja. En Hubertus' feest is bijvoorbeeld. Ja. En zo was dus ook Huize Enschede die zijn feest organiseerde. Ja. En dat moest de klapper van het jaar worden. En dat werd ook een klapper, maar omdat er ook nog wat andere dingen gebeurden. Het werd een behoorlijke klapper, maar niet zoals het hadden gewild. Het daglicht niet konden verdragen. Maar daar gaat dus serie 1 over. Ja. In principe een afgerond verhaal, denk ik. Ja, zeker. Maar het is wel interessant. Kijk, het eindigt, zoals je net ook al zag, met de dood van iemand. En iemand heeft dat gedaan. In dit geval Tom, dat weet je ook. Dat mag je best weten. Die heeft op het dwang van Maurits, moest hij Davina wegkrijgen. Want zij was Maurits vond haar te irritant. En uiteindelijk heeft hij stukjes nood bij haar in haar colaglas gedaan. Maar zij was zwaar allergisch voor nood. En tegelijkertijd waren alle telefoons ingeleverd. En ging de hoogleraar, die dacht, ik wil niet dat fragment van mij, dat ik aan het kooksnuiven ben van de borsten van Floor van Heek, dat iemand dat ziet. Dus ik pak die tas vol met, of die zak vol met telefoons en ik meter dat in het zwembad. Dus ja, daarin creëer je eigenlijk een ruimte, een tijd, dat er dus geen telefoon bij de hand is om ambulance te bellen. En dat nekt haar uiteindelijk. Ja. Maar goed, Tom heeft dus gewoon iemand, ook al is het per ongeluk, vermoord. En dat trek ik nu door in het tweede seizoen. Waar het eigenlijk eindigt met dat ze denken, oké, we hebben lang genoeg gerouwd nu. We willen nu gewoon weer opnieuw beginnen met leven, om het even zo te zeggen. En iedereen heeft zo zijn eigen manier gehad om ermee om te gaan. De een is op wereldreis geweest. De ander die leeft nu volgens de 12 leefregels van Jordan Peterson's 12 Rules of Life. En Floor in dit geval heeft besloten om het huis opnieuw aan te pakken. Ja. En ze denken, nou, dan moeten we dus ook een oude lullen diner organiseren. Dus dat is met de huisgenoten. En dan gaat het natuurlijk uiteraard, omdat het toneel en theater is, weer helemaal mis. Ja. In dit geval omdat er gewoon te veel geheimen broeien en dat op knappen staat. We zien wel dezelfde hoofdrolspelers in dat geval. Ja. Ook weer terug in die tweede serie dus. Ja, en er zijn ook 3 nieuwe karakters bij. Ja. En hoe heb je dan nu, eerder dat verhaal, je zei al, inspiratie door echt letterlijk met al die studenten in gesprek te gaan. Te kijken van wat voor dingen gebeuren hier eigenlijk achter de schermen, achter de muren van die studentenhuizen. Ja. Heb je dat nu, heb je geput uit de verhalen die je al had? Of ook deels, nieuwe en ik gemaakt? Heb nieuwe verhalen heb ik opgehaald. Dus ik ben bijvoorbeeld langs Huize Cocagne gegaan. Daar heb ik ook veel inspiratie uit opgehaald. Prachtige naam trouwens. Altijd als ik er langs rij aan Hengeloze Straat, dan ook even kijken. Dat is toch wel bijzonder gevonden. Ja, ja, en daar kreeg ik ook het idee voor deze serie. Ik had eigenlijk al een soort blauw print, blueprint, hoe zeg je dat? Blauwdruk? Ja, dank je. Had ik gemaakt voor wat erna zou kunnen komen. Ja. Ik wilde eerst een date-diner doen. Mm-hmm. Maar een oude lullen diner is beter, want dan gaat een oud huisgenoot komt terug. Dus dat is een oud nester ook, die keert terug.
En ik heb nu ook een nieuwe huisgenoot, een nieuwe huisjongste. Dus dat, die hiërarchie en die rollen die je dan binnen zo'n huis hebt, die worden dan eigenlijk op spanning gezet. Mm-hmm. Want ja, de nester Maurits, die krijgt nu iemand terug waar die een bloedhekel aan heeft. En die heeft ook weer een bloedhekel aan hem. Dus dat, en spanningen en ellende werkt goed uiteindelijk in zo'n... Absoluut. Ja, en dat is ook een sleutel tot humor. Want het is natuurlijk al ook de bedoeling dat er veel wordt gelachen in de zaal. Ja, en dat gaat al snel gebeuren, toch? Ik bedoel, want volgende week ga je... Ja, maandag en dinsdag is deel 1. Ja. Dus nu ook dinsdag en niet alleen maandag. Dat is een herhaling, zeg maar. De maandag en dinsdag zelfde voorstelling. En dat is ook... Ja, natuurlijk omdat vorige keer vol zat, dachten we, ja, het is wel fijn als we dan, als we zoveel mogelijk mensen de kans kunnen geven. En misschien ook dat ook niet-studenten nu ook ervan hebben gehoord en denken, ik wil toch even weer een beetje de oude studententijd terugproeven. Mm-hmm. En dan de week erop weer, dus deel 2. En dan hebben we het paasweekend. En dan deel 3 is de week daarop. Ja, dus, kleine Willem. Zelfde laken en pak, wat dat betreft, andere verhaallijn. Exact. Ja. En een vervolg dus. Dus het is echt seizoen 2. Dus het is goed om, als je gaat, om even je te verdiepen in seizoen 1. Nou, dat kan via YouTube in principe. Als we dit zo, die eerste serie zien en het succes, dan lijkt het wel een beetje dat je zou op goud kunnen zitten. Hè. Er zijn natuurlijk nogal wat verhalen te vertellen. Die studenten zijn enthousiast. Als dit nou seizoen 2 gewoon weer maandag, dinsdag, even de zaken vooruitlopend. Ik weet niet of er al kaartjes verkocht worden en hoeveel je weet of het al deels uitverkocht is. Maar succes wordt... Is dat dan iets wat blijvend kan zijn? Of is dit ook op een gegeven moment een keer eindig? Of denk je daar nog niet over na? Nee, ik denk dat het heel goed gewoon door kan. En je moet ook bedenken dat om de 4 jaar heb je eigenlijk... misschien zelfs om de 3 jaar heb je een nieuwe lichting studenten in je stad. Mm-hmm. Dus dan zou je bijvoorbeeld weer opnieuw kunnen beginnen. Of ja, ik denk dat er zoveel verhalen op te halen zijn uit de stad... dat je altijd verhalen kan blijven schrijven. Ja. Dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Dus dat doe ik graag. Ja. Heb je er nog? Vorige keer vertelde je zo'n mooie anekdote van mensen die dan waar je aan hun kleding zag dat ze eigenlijk niet thuis hadden geslapen, bijvoorbeeld. Oh ja. Heb je nog zo'n nieuw verhaal opgehaald waarvan je denkt van die je nog een tipje van de sluier kunt geven? Of iets dat je hebt verwerkt in je nieuwe serie? Ja, nou, de reden dat ik voor het oude Lulinee koos en dat ik dacht, ja, deze. Ik ga dat vanuit dit doen, was het verhaal dat bij het oude Lulliné de trouwring wel eens afgaat. En dat vond ik zo'n symbolische daad en zoveelzeggend. Ja, daar kon ik heel veel mee. Ik denk, oké, nou dat is mooi. Dan ga ik het vanaf die kant insteken. Ja, die gaan we nogal terugzien. Ja, zeker. Vanaf aankomende maandag dus. Huizen Enschede, deel 2 heet het zo of gewoon Huizen Enschede? Seizoen 2. Ja. Seizoen 2. Te zien in De Kleine Willem. Zorg dat je erbij bent. En maandag of dinsdag. En 3 keer weer op rij met een vakantie ertussen. Ja. Bram, dankjewel dat je even wilde uitleggen. En ben benieuwd wat het nu dit keer gaat doen. Het is een mooie serie in ieder geval om te zien. Op YouTube kun je hem kijken. Thanks.